Ik heb volgens mij weer een kip. Ik heb nog wat zaadjes voor je. Ik dacht dat je dood was. Ik had nog een creeper aan. Oh, waar? Ik zie drie creepers achter het huisje. Oké, ik ben het noorden. Ah, ben je zombie? Drie hartjes! Oh, pas op. Jongens, blijf beneden. Sloeg de bliksem nou tegen mij in? Ik moet naar boven. Jongens, weg. Want ik geloof in jou. Ik ben er. Woe! Je moet eigenlijk een intro doen met iedereen. Dit kost tijd, kostbare tijd. Erwin wordt onze dood, ik heb het al door. Tijd is geld, jongens. Dus ik word dit keer niet dood. Ja, ik ben er. Oké, okay, go. Het is spannend, ik kreeg vol. Oké, ja. Goedemiddag en zo. Dit is Minecraft Mystery Dungeon Hardcore, yay. Yeah. Jullie hebben de intro gezien, jullie weten wie wie is. Ik ga hout hakken, zoek het uit. Okay, jongens, hout hakken, snel. Ik denk dat inderdaad, laten we daar direct mee haasten. Oeh, okay. Kip hier in de buurt. Kip! Nou, eigenlijk, wij hebben een hele wijze Magikarp. Zoals je ziet, we zijn allemaal Pokémon skins en alles, hartstikke leuk. Maar we hebben een hele wijze Magikarp, want onze Magikarp kan namelijk uitleggen wat ons doel is. Yay. Nou, we hebben als regel bij deze hardcore serie... dood is dood. Goh! Alleen, er is nog een manier om terug te komen en dat is als wij onze doelen halen. Wij hebben vier verschillende doelen. Eén van de doelen is de vleugels halen. Wow, dat houdt in eerst de Ender Dragon verslaan. Een ander doel is de Ocean Monument halen. Weer een ander doel, dat is het meest nieuwe doel. Hoe heet dat weer? De Woodland Mansion. Onze uitlegger, hoor. Onze uitlegger, wauw. Daar ben ik enthousiast naar. Mensen ken ik niet. Dat is best wel een leuke plek. En dan hebben we nog de Wither te verslaan. Ah, en... We moeten gaan besluiten welk doel gaan we eerst doen. Ja, maar dat hoeven we niet al gelijk in de eerste minuut uit te besluiten, hoor. Laten we eerst gewoon eventjes de eerste nacht overleven, want we mogen niet slapen, zoals al in de intro was neergezet. En we mogen dus ook niet stripminen. Nee. Serieus, en... willen jullie dit halen? Het enige wat jullie doen is allemaal pure zelfmoord. Oh ja, we zijn allemaal Pokémon, want dit is Mystery Dungeon, zoals wat ik al zei. Ja. Maar wat is stripminen? Stripmijnen is eigenlijk... Ik heb een appel! Mijnen zonder kleding. Appel! Ja. Ik heb twee appels! Oh, nice. Zie mijn appels! Kijk naar mijn appels. Ik wil je banaan niet. Banaan. Waar is iedereen? Waarom zijn banaan nou eigenlijk krom? Anders niet weg zijn. Oh jongens, ik zie een heel mooie plains waar we ons huis kunnen bouwen. Dubbel appel! Dag appel! Daar ga ik hier tegen kijken, zie je hier? Ik heb appel. Appel. Appeltaart. Ik heb drie. Ja. Oeh. Ik heb helemaal. Ik hou niet van water. Waarom staat hier water? Nog een appel! Ik wil ze allemaal, mijn appels! Ook al springt er in het water! Gadverdamme, water nat! Pak ze allemaal! Dat is gaaf, nu kunnen we een bed maken. Oh nee, blijf erbij. Ah! Oh! Misschien als ik mij kapot van die tekst! Evan, wil je die tekst niet doen? Nee. Sorry. Oh, nu al. Ik dacht dat je dood was. Ja, nog even. Oh jongens, iron. Okay. Ik heb iron gevonden. En een creeper. Jongens, een creeper. Okay. Wat? Creeper? Wendy, ga weg. Ga weg. Waar zit jullie? Oh, creeper, nee, er is nou moet je pas die kappen. Nee. Oh, daar. Huh? Nee, daar. Erwin. Ik zit aan de kant. Nee, ik ben aan de kant. Ik zag iron en een creeper en ik... Ja, ik heb hem. I got this. Okay. Eevee, go! Eevee power! Yes! Leroy, nice! Leroy, mine! Mijn bom! Wil je even mijn rug in de gaten houden? Ik wil iron pakken. Oh, ja. Maar ik wou die bom! Ik was hier al een stukje bom. Waar chop ik? Daar moet ik over praten. I claim this bom voor mezelf. Jongens, ik ben nou een creepers rondlopen. Waar wilde je de... Bij de plains, hier achter mij.
het is inderdaad een heel mooi plekje. Ja, oeh. Absol, je Jonas, weet dat jouw ability, jij verschijnt altijd als er slechte dingen voorkomen. We beginnen al gelijk met een creeper. Jongens, yay! Jongens, ik zie nu al een cave. Ja, maar ik zie hierachter een heel mooi... Kijk hier nou! Laten we nog geen cave in gaan, laten we eerst even een huisje bouwen. Ja, hier hebben we wolfjes! Ik ga dit markeren. Oh no! Zeker? Hij heeft al vlees gejaagd. Goeie Stoutland! Stoutland! Hij heeft nog vlees gejaagd. Oh, nog heel eventjes naar onze kijkers. Er zal heel weinig interactiviteit zijn tussen de afleveringen door. Dus het is gewoon een heel spannend avontuur. Wij proberen gewoon te overleven. Dus het is niet op het einde van de aflevering tot ik een outro doe. Tot er een outro komt überhaupt. Het is gewoon één grote gezellige opnamesessie. En we hopen gewoon dat we het gaan halen. Ja. Snel kijken wat ik hier in de omgeving zie. Misschien zie ik wel een village of zo. Ik hoop het. Nee, we zitten vlak bij het water, denk ik. Ik wil daar boven op de heuvel een huis maken. Ik wil een zombie. Ik ga een huis bouwen. Hier. Dit is een mooi plekje boven op de heuvel hier. Oh, ja. Okay. Bij de boom. Ja, bovenop op die berg. Bij de boom. Stond een zwembroek, serieus. Maar die boom. Ik zie ook niet. Ik ga nog heel even snel kijken bij de desert of ik daar misschien een desert village zie. Waar gaan we nou? Hier? Ja, gewoon hier. Serieus, het wordt bijna nacht. Ja. Houtdonaties. Ik zie in ieder geval geen... Ik heb houtdonaties, als iemand wil. Ja, automatie. Hoe gooi je nou ook alweer? Een Q. Met Q of uit inventory slot. Luister naar de almachtige Mew. Mew, automatie. Oh, waarom gooit iemand hout op mij? Omdat jij weet, jij geeft alleen maar slechte voortekens. Daar komt er een rol schaap. En Venus. Dat is een rol schaap? Ja, gaan we dicht maken. Ik wil een rol schaap. Schaap? We maken hem dicht. Nee. Voel je al veilig? Gaat iemand deuren maken? Je staat in de weg! Ja, ik ben al weg. Even deuren maken. Ik maak een deur. Oeh, ik zet het blokje verkeerd. Ik maak een dakje. Ja! Zo, deur. Auw. Ik ben direct charcoal aan het maken, zodat we torches en dergelijke kunnen hebben. Ik heb iron voor jullie. Je gooit het precies op mij. Ik wil een schild. Ik heb een hele cave gevonden. Ik ook een schild. Hier. Ik ben gewoon een cave. Nee, de kleur is niet goed. Die kleur is gewoon de cave. Oh ja, trouwens, er is één resource pack die we hebben geïnstalleerd. Helemaal vergeten te vertellen. Je kunt bij ons niet zien dat we armor aan hebben. Leek ons leuk. Ja. Dit kan trouwens wel heel erg backfire in verband met... We kunnen het ook niet zien als zombies en skeletons te hebben, inderdaad. Wat is een zombie? Wat is een skeleton? Marieps! Monsters! Ik ga eventjes mijn hout even pakken, of wat steen even voor steen zorgen. Ja, ik ga even een kistje maken. Het is al heel knus hier. Ik zie hier een cave. Nog één. Oh mijn god, lava! Yay, lava! Ik hou niet van lava. Ik hou niet van lava. Joi! Wacht, hij zei het! Ik heb nog boom! Hier, oh. No. Memories! Sunshining. Ik ga die lava gelijk hier blokkeren hoor, het is goed bij jullie. Ik zie daar een litten. Litten! Kom aan. Ik heb coverage nodig. Nu! Oh, Hunter komt al, die gaat met de lava in die hier. Grasmaaier! Ik ben zo bang dat ik gewoon een skeleton pel in mijn rug krijg dan ofzo. Het is wel dicht bij ons huis trouwens. Epsilon uses cut. Het was super effect. Ik gebruik protect en ik blijf het alleen maar voor mezelf gebruiken. Oh. Egoïstisch. Hey, sorry, ik kan... Egoïstisch. Schaap! Ik heb zwama. Broodje zwama, nu nog broodje. Ik ben bezig met broodjes. Marie. Oh, dit is gezellig jongens. Ik vind het leuk. Er gebeurt niks, ik zit nu al vol mijn stress. Wat de hel. Er gebeurt niks! Is dat een creeper achter onze Lucario? Ja. Wacht even. Leroy, Lucario, LL. LL. Pam, pam, pam. Wacht even. Eevee, Stevie, wat? Wat? Mijn Pokémon past niet eens bij mijn naam. Tuurlijk wel. Tuurlijk. Mumin, Magikarp. En die appel. En die...
Mijn naam is nou Andy. Ik ben nu Andy. Nou, hallo. Vertel me maar eens hoe Hound bij Gregory past. Wat is het? Hij is Andy. Wat is het? Wat is het? Ja, Joris, ik moet nog een overmaken. Het begint al... Gregory. Daar is hij. Gregory. Joris, ik heb vlees bij me. Ik heb smaak. Gregory. Dat ik ook. Heeft iemand steen? Ja, ik heb steen. Oké, kan iemand nog een overmaken? Ja, ik heb Oh, al die namen onderin, dat is eng! En kan ik wat steen van iemand krijgen? Ik heb maar jammer! Ja, hier, alsjeblieft, één steen. Ik heb er vijf. Oh. Jij wil één steen? Jij wil één steen? Kijk eens, alsjeblieft. Ik heb ook één steen! Oh, ik heb zes steen. Ik heb hem niet gepakt. Het begint donker te worden. Heb jij een steen gejat? Bedankt. Het zal die Absol toch niet weten? Nee, ik was het helemaal niet van dit keer. Weet hij dat absoluut zeker? Dat weet hij absoluut zeker. En wat doet er ineens vier ijzer in mijn inventory? Ik wil er één claimen. Ik heb dat op jouw rug gegooid. Shotgun. Ik wil er één iron. Ik heb maar één iron. Ik heb maar één iron. Eentje. Ik moet even healen. Mijn. En wie wou er nog één? Jongens, ik heb één. Ik heb één. Epsel, jij hebt één gevonden, Jan. Hier. Zeg maar. Leuk. Bedankt. Ik denk dat ik de lonely nature heb. Ik vind het hier te druk. Ik heb zaadjes. Geef maar naar mij. Ik ga het farm zo meteen opbouwen. Ik wil zaadjes planten. Ja, maar ik doe het niet. Ik heb een hoge, maar ik ga... Ik neem er twee bij me. Ik wil even eten maken en dan ga ik de boel een beetje verkennen. Ik heb een houten stok. Ik heb alles over steen. Ik heb zaadjes. Alles van steen. Oh. Dat is het enige wat ik in mijn inventory heb. Hey, het is geen Breath of the Wild dat een stok wapen kan zijn. Nou, ik heb een bloemetje zaadjes. Of wat hout. Hunter. Ja. Oh ja. Het is niet dat een stok een wapen is, het is geen Breath of the Wild. Nou... Nou... Ik ga hem gebruiken ook nog! Oh jee, ik heb plantjes! Ga pas even bij hoor. Ik heb nu ook stokjes! Hier, neem een schep. I found the stick! Het helpt. I have stick! I have sword! I have honor! Nee, even wachten, ik wil eventjes mijn iron hebben. Ja, maar ik ben nou bijna... Ik moet eten! Ja, dat is een jammer. I got één iron! Eén iron! Hij heeft één iron! Ik voel me makkelijk. Ik zou ook graag één iron willen hebben. Creeper! Wat? Drie creepers daar. Niet uitdagen, Leroy. Niet uitdagen. Creeper, nu al. David Berg, kijk daar! Ga hem pakken! Nee, hij komt dichterbij! Oh shit! Wat komt... Oké, prima. Dan weet ik al genoeg. Er staan er drie! Yeah. Oeh, laten we eens gaan knuffelen. Wat? You can... use this! Geen mijn iron, dat kan schild maken. Yeah. Maybe they need a hug. Nou, als jij mag knuffelen, ga je gewoon! Kijk, nou, dus naar buiten kijk, ik zie een Enderman. Oh, moet je hem in zijn... Enderman moet je diep in zijn ogen gaan kijken. Zal hem aan. Oh mijn god, dat is wel heel diep in zijn ogen. Dat is wel heel erg creepy met Optifine. Hey, wat? Ik ga van naar buiten en ik ga gewoon respect beginnen met hem. Oh, daar is die! Hoeveel iron hadden we nou in totaal? Want ik heb al een... Waarom geven jullie mij al gelijk een iron sword? Jullie willen maar gewoon echt het gevaar injagen, of niet? Ja, jij... Je hebt een schild door een zwaard. You be fine. Oh, daar is sexy. Oh, hij is weg. You be fine. I have been dumped. Kijk hem niet zo aan. Je bent wel tijd op bepakt, inderdaad. Ik ben gedumpt! Ja, maar ik kreeg een zwaard van Leroy. Het was Leroy's zwaard. Hier, mag hem terug hebben. Hier, ik hoef hem niet. Ik heb geef hem aan mij. Ik kan met vechten. Ik kan heel goed aanvallen. Mijn attack stat is heel hoog. Ja, doei. Doei. Ik ben wel leuk je gekend te hebben. Maar wel. 3, 2, 1. Nee, laat maar. Twee elements. Maar niet gezien. Gaat door dat ene raampje. Rondje van de zaak. Dat wordt een takkenbak dit hoor. Voedsel! Ja, ik heb voedsel gemaakt voor jullie. Maar wel. Ik wil ook voedsel. Oh, jij wil ook voedsel. Kijk eens. Met je kaart. Oh, warm. Ah! Jij!
Ik heb voedsel! Ik heb verderop een thee gevonden. Dan ga ik de volgende keer. Ah, zie! Ik heb het al kopen buiten. Dank je. Nou, weet je nog een leuk verhaaltje? Ik denk dat het misschien handig is als ik heel veel wat verder ga uitleggen over de doelen. Ja. Oh, allemaal verzamelen over. Allemaal verzamelen. En over de regels. Wacht even. Heel even wachten. Ah. Mew, ook op de bank zitten, maar goed genoeg. Ik vind het leuk. Dit is zo awkward nu ineens. Alle voor. Nou, laat ik eerst veel beginnen met de regels. Zoals gezegd al, we gaan niet slapen. Nee, sorry, wat zei je? Ik ben heel even ingezet, sorry. Ik heb geen enkele nacht. En we gaan proberen daadwerkelijk elke nacht ook wat te doen. Ik slaap lekker, Niet met stoppen slaan, Absol. Goed. Een schep? Spaar dan. Doe dat wel. Erik, dat is waar. Wil je hem lenen? Vervolgens, de volgende regel is, niet stripmijnen. Nou, je gaf net al de vraag van wat is stripmijnen? Nou, stripmijnen is eigenlijk gewoon de simpelste manier van mijnen. Gewoon een gat graven en eindeloos een rijtje maken totdat je een leuke ors tegenkomt. Nee, wat wij gaan doen is, wij gaan daadwerkelijk alle caves in en we halen alleen maar uit de caves de ors. In andere woorden, we moeten maar net hopen dat de caves laag genoeg gaan dat we diamonds vinden. Ja, misschien moet je met je hoofd bewegen op het moment dat je aan het praten bent. Leroy. Nee, ik heb een vraag. Ja, ik heb een vraag. Steek je hand al aardig lang op, inderdaad. Wat wil je vragen? Nou, ik wil vragen. Kijk, stripmijnen, hè? Dat betekent dat. Als je gaat stripmijnen, hè? Je moet met je hoofd bewegen als je praat, is leuk. Oh, ja, oké. Okay. Ja, sorry. Zoals ik al zei, stripmijnen, hè? Dus dat mag dus niet. Nee. Oh. Nee, laat ik het zelf zo zeggen. Nee, dat mag niet meer. Oh. Ga maar in de hoek staan. Laat ik het zelf zo zeggen. Zeg het eens met je kaart. Ja, goed zo. In de hoek jij. Stout. Land? Stoutland. Ik zit in mijn stoutlandje. Een stout hoekje. Volgens mij heeft er eentje ademnood. Ja. Volgens mij heeft hij al suffocation damage. Ja. Zo. Is het besmettelijk? Nee. Ja. Ja. Nee. Jongens. Goedendag. Ja, even. Wat? Goedendag. Oh. Maar goed, dus in ieder geval niet stripmijnen en anders. In ieder geval, iets is me opgevallen. Lucario. Lucario, jij hebt nou geen rode knop, maar een witte knop. Die moet ik indrukken. Sorry, ik moest hem indrukken. Waarom zijn mijn knop is heilig. Oké. Okay. Jongens, de zon gaat op. Heb een dag. Waarom is het hartstikke? Ik zou verwachten, Skelbos. Ja. Ik ben bang. Elk moment. Deze Magikarp kan niet wachten. Magikarp, dat is een dom idee. Oh, dat is heel dom. Ik zag een cave, dus ik wil de cave. Oh god, er komt er heel veel. Leroy, helpen. Magikarp kan niet wachten, sorry. Magikarp houdt van splashen. Magikarp wil vechten. Oh, kijk uit, er staat er ook een enemy. Kijk uit, Leroy, achter je creeper!